Ik ben een klein beetje verdrietig. Ja, ik vind het moeilijk hoor. Dat er dus wijzigingen zijn in de plannen. Op slag verliefd. Wil je eerst het nieuws horen of wil je eerst weten waarom die belde? Ja! Woe! Ik moet jullie nog even wat vertellen, want mijn ouders waren zondag bij ons. Daar hebben we lopen brainstormen over een naam. Want Comme-moi was het eerste idee. Dat is de naam van mijn webshop. Dat betekent zoals ik. En het leek me leuk om mijn zaak ook zo te gaan noemen. Maar ik ga het niet meer alleen doen. En ik ben een beetje bezig met het concept veranderen. Dus we moeten nu op zoek naar een naam die we allebei leuk vinden, die bij ons idee past. En ik had aangegeven dat ik een naam, een getal, uitgesproken in het Engels, super tof vind klinken. Zoals 16, 18, wat dan ook. Vind ik gewoon super vet klinken. En mijn vader is heel erg creatief, dus ik vroeg aan hem of hij wilde meedenken. En toen ontstond er een soort van brainstorm. En daar is iets uitgekomen wat we echt heel erg leuk vinden. En ik zal even laten horen hoe dat ging, want ik had een voice memo opgenomen en naar mail gestuurd. Dus dat is misschien wel leuk om even te laten horen. In ons appgesprek ging het zo. Oh ja, dat is echt heel grappig. Mijn schoonmoeder, die vertelde ik dat ik mijn mail samen ging doen. En toen zei ze iets van, net als bij toverslag. En toen dacht ik, oh, toverslag klinkt echt superleuk. Toen zei mijn van, dat is echt kinderachtig. En dacht ik, ja, dat is best wel kinderachtig. Toen kwamen we, ik ging met Engels vertalen as if by magic. Nou, dat was ook echt niet leuk. En toen zei ik van, ik vind getallen leuk. De dag waarop we besloten samen te werken, de 28e, 28. En dat is ook mijn geboortedatum en mijn leeftijd. Maar dat is voor mij al verder niet zo boeiend en het bestond al. Toen zaten we een beetje van, wat voor getallen zijn er nou leuk? En daar kwamen we niet echt helemaal uit. Nou, dit is de memo, maar volgens mij hoor je helemaal niet hoe we het bedacht hebben. En ik zei dat zeg maar getallen in het Engels uitgeschreven heel leuk zijn. Maar nog niet echt een getal konden vinden. Toen dacht ik 99, dat is het pand 99. Toen zei mijn vader net van hoeveel vierkante meter is het ook weer? Oh ja, 35. Dus vanaf is het niet leuk om het dus 35 te noemen. Omdat het dus een pand van 35 vierkante meter is. En ook als je later weggaat of zo, dan blijft dat gewoon leuk. En dan uitgeschreven 35. Nou, dit was dus 28 november om 5 over 5. Toen zei Mel, ja, het is wel alleen de oppervlakte en niet persoonlijk iets met ons. Nou, papa zei dus meteen, oh ja, als je groter gaat, moet je dus de naam van het zeggen. Vierkante meters van de zaak is uitgangspunt. Dan is dat er staat 35. En heel klein erachter in je loopgrondje heb je M2 staan. Vierkante meters. Heel klein M2 erbij. M2 is leuk erbij. Twee meiden. Ja, meiden 2. Oh my god, Mel. Dit is geweldig. M2. Meter 2, vierkante meter, meiden 2. Geweldig. Ja. Gewoon klein naar boven. Net zo'n editje. Oh, dit gaat nu sturen. Geweldig. Praat door, zegt ze. Zit te wachten. Dat is wat ik bedoelde. Ja? Wel, het is geweldig. Oh, dat is echt hard. Maar ja, nee, ik heb hier eigenlijk niks van aan toe te voegen. Ik vind het top. Laten we het doen. Nou, zo ging dat dus. Dus eigenlijk bedacht mijn vader 35 vanwege dat het pand 35 vierkante meter is. En mijn moeder kwam met M2 erachter. Vierkante meter betekent dat. En mijn vader bedacht weer dat bij M2 meiden 2. En toen vonden we het eigenlijk helemaal geweldig. En zo is eigenlijk de naam ontstaan. Dus dat was een paar dagen geleden. En dan weten jullie ook hoe de naam dus tot stand is gekomen. Superleuk. En het klinkt gewoon echt fancy. Ik wilde net gaan slapen, dus ik zit even in het donker met mijn flits van mijn telefoon. Maar ik wou het nog even vertellen. Want ik had vandaag dus echt een beetje een soort van steen in mijn maag getrokken in mijn keel. Omdat ik... Kijk, het beste kan je pas je baan opzeggen als je weet, als je zeker weet, contract, alles is getekend. En dat is nu nog niet. Maar ik heb het zo naar mijn zin op mijn werk. En ik vond het gewoon zo erg als liegen voelen dat ik het niet zei. Dus ik heb het vandaag aan mijn directrice verteld. En aan dus een van mijn beste collega's eigenlijk. Voor wie ik de woensdag draai en die ik dus elke vrijdag zie. En het was best wel pittig om te vertellen. Ik vond het echt heel moeilijk, maar ze reageerde gelukkig goed. De directrice was wel echt heel erg verbaasd en vindt het echt heel erg jammer ook. Het is ook wel moeilijk, denk ik. Want ja, we hebben het daar ook gewoon gehad over daar blijven werken en mogelijkheden en zo, weet je wel. Dus daarom vond ik het ook best wel pittig. Maar ik heb het wel gezegd. Mijn opzicht is maar eens een maand. Ik word waarschijnlijk 1 februari weg. Het is nu 4 december, dus dat is op tijd. Verder bezig met iemand van de gemeente vragen stellen en een makelaar. En die weer aan de verhuurder. Van alles. We hebben vandaag net de vragen al teruggestuurd over het contract. Dus dat krijgen we, daar krijgen we hopelijk maandag een reactie op of het aangepaste contract. Morgen even lekker niks en zondag dan aan de slag met... Oh, ik was bezig met de Bibop
formulier waarbij ze checken hoe jij je geld komt en of je het geld hebt. Dus heb ik vast de algemene dingen heb ik ingevuld en er moeten nog vet veel formulieren worden ingevuld. Dus we moeten zondag eventjes gaan werken, wel gewoon allebei thuis, maar aan het ondernemingsplan en de financiën uitschrijven, dat soort dingen. Maar daarvoor zijn we natuurlijk donderdag al op gesprek geweest, dus dat hebben we wel heel erg veel meegetikt toen. Spannend! En vergunningen duren 8 weken, dus we gaan sowieso tekenen onder voorbehoud van vergunningen. Maar we gaan dus ook al dingen kopen en dingen opstarten, want half januari mogen we erin als het goed is. Terwijl we dus pas begin februari misschien de vergunning goedkeuring krijgen. Dus ja, nou. Ik hoop echt dat jullie dit heel leuk vinden, deze vlog. We zijn bij oma. En ja. Ik ben heel lang niet bij oma geweest. Heel lang. Hallo. Ik had het liefst dus willen vloggen, de reactie van mijn oma. Omdat ik het gewoon heel grappig vond dat ik me... vorige oma ook op beeld heb gezet. Ik was dus heel bang dat zij ook het niet zo leuk zou vinden. Maar ze reageerde echt zo lief. Echt, maar misschien was 1 seconde wel van, huh, waarom? Ik dacht, zij gaat het verschrikkelijk vinden dat ik stom met juf zijn. En niet slim en corona. Maar ze was echt zo... Nou, ik kan dat dus heel erg waarderen. Ik heb het er net over van waarom ik de mening van bepaalde mensen heel belangrijk vind. Maar ik ben gewoon zo. Ik vind de mening van mensen die ik lief heb heel belangrijk. Maar helemaal van, ja, ik zie hoe enthousiast je bent. Dat vind ik geweldig om te zien. Prachtig om te zien, zoiets zei ze. En nou ja, als je mij kent en je hoort mij praten, dan denk ik dat je ook met de kennis die je hebt van hoe ik als persoon ben, plus de motivatie die erachter hoort, dat je gewoon denkt, ja, ik geloof helemaal dat het een succes kan worden met hoe ik jou nu hoor en hoe ik jou ken. Nou ja, dat is gewoon echt heel fijn. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ik merk dat ik het gewoon zo moeilijk vind om het te vertellen of zo. Gisteren op mijn werk natuurlijk, want daar stel je iemand echt teleur, maar ook... Ja, benieuwd hoe ik ben, hoe de mensen reageren. Ik moet het alleen eigenlijk nog aan mijn broertje nu vertellen. Ja, en wat mijn nichtje weet niet, of zo, maar die spreek ik niet veel. Maar dat is denk ik nog het belangrijkste. Maar ja, dus ze was echt heel positief. Heel leuk, gewoon heel enthousiast. Dus daar ben ik heel blij om. Nou ja, we hebben dus verschillende kleurenwaaiers. En met elk kleurenwaaier kan je dus kiezen welke kleur je wil. Jullie kunnen straks zelf even kijken en dan kan je, is het belangrijkste dat je dus kiest welke kleur je deze, de coated wil en de uncoated. Want dan kan je dus een beetje zien wat het glimmend en nog mat doet. Elise is hier, want ik had een oproepje geplaatst al voordat ik überhaupt bekend maakte dat ik iets ga doen. Van wie wil helpen met het ontwerpen van een logo. Of hoe heet het? Huismerken? Huisstijl. Yes. En toen kreeg ik heel veel DM's en bij Elise had ik zo'n heel goed gevoel. En nu is ze hier net 10 minuten en... Het is echt super professioneel en alles is echt heel tof. En ik heb hier dus totaal geen verstand van. Dus, en hier is Mel. En hier is Pom. Hey, gezellig. Nou, zo leuk dit van Elise. Ze is echt zo ontzettend professioneel. Ze heeft dus mij gedm'd dat ze de samenwerking wel wilde. Maar ze heeft het totaal niet nodig, want ze is echt vet professioneel. En heeft allemaal te gekke klussen, echt bizar. Dus ik vind het heel leuk dat ze met ons wil samenwerken. En ze gaat nu dus aan de slag thuis en ze gaat vanavond al dingen opsturen. Heel erg tof. Heel blij met Elise. Dit is haar eigen merk ook. Heel leuk hoe ze dit bedacht heeft. Van Turtle. Dat heeft iets met turtles. En Ellie betekende iets. Ik ben even vergeten wat. Maar echt geweldig hoe ze dit doet. Dit is ook bijvoorbeeld van haar. Nou, zij is gewoon zo leuk bezig. Elise Laan heet ze. En ze gaat ons dus helpen. Ik had net ook vet grappig in zijn stories trouwens geplaatst. Volgens mij heb ik dat niet gevlogd. En wij zijn hier nu bezig, Mel is heel eventjes er zo van school halen, maar we gaan zo weer verder. Dit is trouwens mijn prachtige plattegrond. Als je binnenkomt, winkeltje, bank, tafeltjes, bar, werkblad, wand voor alle lelijke spullen, hoekje, wc. Nou, ik heb vandaag aan mijn andere collega verteld voor wie ik op de vrijdag werk. En die vond het ook heel jammer, maar ze reageerde ook heel erg sportief en... Ik vind het leuk dat mensen er wel echt respect voor hebben van wauw, wat tof dat je gewoon je droom achterna gaat en gewoon iets, zoiets doet. En mensen hebben er echt respect voor, dus dat vind ik wel leuk. Toen aan de directrice gevraagd en ze wil het vrijdag gewoon ouders gaan vertellen, dus dat vind ik ook wel fijn. Dan hoef ik niet te liegen, op YouTube niet, in het echt niet, of in ieder geval te verzwijgen. Dat kan ik ook heel erg waarderen dat zij dat lekker snel wil doen. En toen mocht ik het ook gewoon aan andere collega's vertellen, dus wie er nog was heb ik het aan verteld. En iedereen reageert super sportief. En we hebben het huurcontract nu in de mail, na aanleiding van onze wijzigingen, dus dat is nu goed. Dus we gaan nu eindelijk, de handtekening van de verhuurder staat erop. Dus zodra wij getekend hebben is dat rond. En verder zijn we dus nu alleen maar bezig met vergunningen. Morgen heb ik om 10:00 nog afspraak bij de bank, om 3:00 ook bij de bank.
ene voor geld, andere voor gezamenlijke rekening. Tussendoor nog even naar het pand om nog even wat plattegrondopties te maken om door te sturen naar de 3D-tekenaar. We hebben van Elise de logo's en de ontwerpen gekregen. Het is echt amazing. Het is heel erg veel allemaal. En aan het begin liet ik echt elke stap weten aan jullie. Maar op dit moment zijn het gewoon een beetje saaie stappen. Dus ik blijf veel delen. Thumbs up als je het leuk vindt. Ik verheug me zo erop om deze vlog online te gaan zetten. Niet normaal. Mijn vlogs zijn een beetje moi de laatste tijd. En ik hoop dat ze wat minder moi zijn nu. Dat jullie dit echt leuk vinden. Hoop ik echt. Ik ben in de Dorpsstraat. Ik heb een afspraak. Echt zo heel dichtbij onze nieuwe pand. Maar even met een adviseur van de bank om eventjes te kijken qua financiën wat er nog allemaal te behalen valt. Zo. Want je hebt veel geld nodig als je dit gaat starten. Dus ik moet er over 2 minuten zijn, dus ik ga. Ze zijn hier elke dag bezig, maar volgens mij niet per se met ons pand, want er is echt niks veranderd. Nee, maar ze zijn natuurlijk ook in die andere panden bezig. Ja, ik kan wel een beetje inpakken, maar in feite hoeft dat niet per se, want hij doet alles op maat natuurlijk. Maar ik denk dat het idee van een bandje zo trekken, dat het best wel tof is hoor. Gewoon hup, vanuit hier, want tot, weet ik het, hier bij wijze van spreken. Maar ja, hier heb je al niet bij, dus een wand tot boven zou wel mooi zijn. Maar je hebt hier al dit gat, dus het is niet raar als je hier dan een wand staat, denk ik. Helemaal niet gek. Die man zei wel van de SNS van, wordt het wel geïsoleerd ofzo, want het is hier zo koud. Dat is wel echt waar. Ja, ik weet eigenlijk niet of er ook verwarming in gaat en zo. Nee. Ziet het plafond er nu uit? Ja, dit. Oh god. Ijskoud en het is hier echt stervenskoud. Hij is er al een jaar over gedaan wel, voordat hij open kon. Super mooi trouwens. Hij had ook mooie tegeltjes, maar hij heeft vet veel zelf gedaan en dat duurde een jaar. En 3 maanden voor interieurwijzen. Maar dit is isolatiemateriaal. Ja, klopt. Dus dat komt er misschien op, of zou dat er al in zitten? Ja, dat zou er misschien al in, denk ik. Oh, ik vind het zo leuk dat ik het allemaal vlog meld. Het is toch geweldig als je dit gewoon, dat mensen dit hele proces kunnen zien. Ik vind het zo leuk. Ja. Ja, we kunnen ook een hele diepe koelkast hier zetten. Dat is wel tof hoor. Ja, dit is zeg maar geen dubbele, maar een enkele. Eventueel. Nee, ik zou hem dubbelen. Dubbelen? Oké. Ja, en hij kan ook heel hoog natuurlijk. Maar je kan er ook spullen opleggen ook op de koelkast. Ja, dat kleine hoekje hier zeg maar tussen de wand naar de wc en de meterkast. Kan je dus allemaal planken ideaal doen. Snap je welk hoekje ik bedoel? Hier. Ja, dat hoekje wel. Ja, precies. Perfect voor alle planten. Hier, boeken, koelkast, dubbel. Is één koelkast. Dat is voor later. Wat doe je? Ik maak een thumbnail. Wat doe je? Het is 1340 staat er. Oh, naar de wc? Ja, maar die koelkast kan niet voor de meterkast. Nou, nee. Nee, dat moet je ook niet doen, want als hij op zijn moet. Dus hij moet hier. Nee, het mooiste zou zijn als hij in dat hoekje kan. Dat ook doen? Naast de meterkast. Ja, ja, precies. En het idee van de wand is wel gewoon helemaal zo trekken, dat is zonde van de ruimte, hè? Ja, zonde. Oké, nou, financiën zijn natuurlijk in principe privacy, maar ik vind het gewoon heel tof om jullie echt in dit hele plan mee te nemen. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk dingetjes wel gewoon te delen. Wat opties bekeken met de adviseur qua toch lening, want ik heb in principe zelf geld voor deze investering, maar het is heel fijn om wat extra's achter de hand te hebben. Dus ik dacht, nou, ik ga eens kijken, wat kan ik, weet je wel, qua lenen, om het gewoon iets makkelijker te maken, iets meer achter de hand te houden qua budget. Maar het was eigenlijk wat ik dacht en hij merkte het ook meteen aan mij. Alle opties kosten geld en ik vind dat gewoon zo zonde. Ik leen liever van naast de kring een paar duizend euro bijvoorbeeld, dan dat ik bij een bank ga lenen. Het gaat er meer om dat we voor de vergunningen nu moeten aantonen dat we het geld hebben, weet je wel. Dus daarom ben ik een beetje aan het kijken. Ik vind het echt niet waard om 5000 euro kosten te krijgen voor een lening uiteindelijk. Al is het over 10 jaar. Dat vind ik gewoon dom en zonde. En dan leen ik liever zonder rente bij andere mensen. Ik leen liever helemaal niet. Maar ik ben gewoon een beetje aan het rondkijken wat dat betreft. Dus dat ga ik niet doen. Geen krediet, geen leningen. Echt totaal geen zin in. Ik heb helemaal geen schulden, geen BKR, niks. En dat wil ik ook gewoon zo houden als dat dus mogelijk is. En dat is wel mogelijk. Dus
Was wel heel leuk. Want bij hem hebben we ook onze hypotheek en zo. Dus ik had hem nog nooit in het echt ontmoet, alleen online. Dus hij was ook heel erg enthousiast. En toen ging hij meteen even mee naar het pand, want dat was super dichtbij. Echt, ging hij helemaal meedenken en nog voor verzekeringen iemand aangeraden. En superleuk hoe betrokken iedereen daar is in de Dorpsstraat. Is niet normaal. Heel erg leuk. En toen ging hij me ook nog meenemen naar de ijssalon en aan de eigenaar voorstellen. Vet leuke jongen van mijn leeftijd, wist ik niet eens. Die heeft echt gewoon onze eigen pand gekocht en super goed bezig. Vanmiddag gaan we dus naar de bank voor de gezamenlijke rekening. De zakelijke gezamenlijke rekening. En nu ga ik even aan de slag met plattegronden tekenen die ik dan door ga sturen naar de 3D-ontwerper. Want we hebben ook een plattegrond nodig voor de aanvraag van de vergunning. Dus en Mel is bezig met Excel-bestanden voor alle financiële begrotingsplannen die we moeten insturen. Dus lekker aan de slag. En we gaan gewoon allebei thuis werken, want in principe werk ik harder als ik alleen ben dan als ik samen zit. Ja, en we moeten dus heel goed nadenken over de indeling van het pand. Het kan allemaal nog anders, maar het is toch leuk als je het dan een beetje in je hoofd hebt en het voor het plattegrond vast een beetje een concept hebben hoe we het gaan indelen. Want het is niet groot. 35 vierkante meter. Sociale hygiëneboeken zijn binnen, want ik moet dus het examen gaan doen. Ik ben al de hele tijd bezig met plattegronden. Ik denk al 2 uur. Het is echt heel irritant. Dus haar heeft even geholpen met deze vormpjes knippen. Dus dat is wel handig. Dus nu heb ik 3 opties voor de wand. En dan kijken van, nou, waar kan de bar dan komen? Ik denk, ik ga het maar knippen. Maar het is echt niet normaal. Ik vind het zo moeilijk. 1 hour later. Ik heb nu deze 3 concepten. Bij deze heb je dus in feite best wel een kleine bar en heel weinig werkblad. Dus dat is niet zo handig, maar wel weer meer ruimte voor winkel. De plekken zijn eigenlijk steeds hetzelfde. Hier heb je vet leuk zo de bar. Hier je winkel. Als ik dit zie, denk ik dat dit eigenlijk het beste is. Heel veel werkblad, ruimte. Hier heb je in feite een beetje dezelfde wand. En de wand begint hier ietsjes verder. Waardoor je hier gewoon alleen een wand hebt. Zou je wel iets leuks kunnen ophangen natuurlijk, voor je naar de wc loopt. Dan heb je hier bijna net zoveel werkblad. Ja, de kleuren zijn omgewisseld hier, dus dat is een beetje verwarrend. Leuke bar. Wall. En hier heb je geen plek voor je winkeltje, in deze opstelling. En hier wel. Ik denk dat deze het dan wordt. Hallo, eigenlijk staat deze hele dag in het teken van plattegronden tekenen. We zijn nu met Wilco, de 3D-ontwerper, bezig. En alles wat hij stuurt vandaag is lelijk, dus dan proberen we weer iets nieuws te bedenken. En dan zegt hij weer, dat past niet, want het is gewoon niet groot. Lastig, we moeten voor de gemeente een plattegrond hebben, maar we willen natuurlijk zelf ook gewoon weten hoe we het gaan inrichten. En dit zijn 17 setjes in totaal. Dus het concept is nu echt super strak aan het worden, hè? Oh my god. Oh. We gaan eerst voor ons VOF een contract laten opstellen. Oh, dat is ook prima. Nu zijn we bezig met de investeringsbegroting.